Het gaat goed met Mohamed, de 11-jarige documentairemaker van Marokkaanse afkomst. De documentaire is bijna af en we mogen een kijkje nemen. Maar dan moet Mohamed wel wakker zijn. Ik heb bezoek voor je. Hey. Hey Mo. Ben je de afspraak vergeten? Ja, ik kom er nu aan. Kom je er aan? Ja. Is goed. Terwijl jij wil journalist worden, toch? Ja. Dat betekent op tijd komen, hè? Ja. Hey, waar zitten jullie nu? In welke fase met de documentaire? We zitten nu al best wel ver. We hebben al deel af. Jij dacht dat Marokkanen niks konden worden? Ja. Omdat het in de media uitgebreid wordt dat de Marokkanen slecht zijn. Heb je dat gezien? Ja. In de media? Ja. Dat Marokkanen crimineel worden. Maar dat beeld is nu Mohammeds zelfjournalistisch veranderd. Dat is qua... Omdat ik mensen heb geïnterviewd, is het veranderd. Omdat ik leer wat de mensen hebben meegemaakt die ik heb geïnterviewd. Ali B. zei tegen mij dat je eerst naar mezelf moet kijken om dingen te kunnen veranderen. Want je wijst naar iemand en dan heb je altijd nog 3 vingers die naar jezelf wijzen. Ik wil dat als ik tegen jou praat, dat jij de rest van je leven, dat je over 30 jaar naar me toe komt. En dat je zegt, Ali, weet je nog, toen ik bij jou op de bank zat, toen zei je dit tegen mij. Ik ben het nooit meer vergeten. Nu wil ik eigenlijk zeg maar een beetje overgaan naar, is het nou geld, roem en poen wat gelukkig maakt? Of het volgen van een passie wat gelukkig maakt? Ik denk het laatste. Het laatste? Ja. Vind je de journalistiek nog steeds leuk? Of denk je, ik wil als Marokkaan eigenlijk misschien wel iets anders worden achteraf? Ik vind het wel leuk, maar ik twijfel ook niet tussen dingen. Maar later moet ik dat gaan bedenken, wat ik wil worden. En waar twijfel je nu tussen? Een beveiliger. Maar het kan ook zo zijn dat je terug gaat zien als journalist. Ja, dat is echt een hele goede... Nee, als presentator.